Goedemorgen. Morgen Ben. Rinees. Oude Puma. Welkom allemaal, ik wil nog aan weer. Kijken of Barry hier iets vindt met de fast multifrequentie. Ik hoop mij veilig te ontvangen. Ja, dat snap ik. Oh, dat hoop ik maar. Nou, zullen we het zien. Camera loops. Het wiebelt een beetje. Niet heel erg. Oh ja, lekker dan. Nou, ik klim er liever overheen, gaat dat niet? Jawel hoor. Ik heb het wel altijd te donderen. Even wat ruimte maken. Zal dat ding toch houden? Zo, nou, gaan we dan. Kijk, Barry, dit veld. Ja. Hier heb ik eigenlijk nooit echt goed gezocht. Waarom niet? Nou, omdat mij ooit verteld dat dit is open gewerkt. En ik ben altijd meteen die kant op gelopen. Ja, laten we even kijken dan. Ja. Ik heb wel een dakgoot gevonden dan. Oh ja. Dat is nice. Dat is nice. Nou, we hebben de vraag, past het oude deuskastje op de nieuwe steel? En andersom. En andersom, kunnen we even kijken. Dit is de deus 1. Ja. Nou, die past. Dus je kan er gewoon, als je alleen een kastje koopt en een schijf. Ja, die past heel mooi. Dus dit is dan de nieuwe ondersteel. Nieuw steel. Ja. Met het oude kastje. Dus als je gewoon los een kastje koopt en een schijf, dan kan je oude stelenset gebruiken. Ja, getest. Ik kom op de deus 1 binnen als een beetje ijzer met wel een mooie piep ook. En maar wel een kwartje, denk ik. Ik denk een kwartje uit nikkel, denk ik. Ja. Kwartje, kwartje. Ja. Ja. Ah, ja. Leuk, Benny. Ja. Wat, ja, hele rare VDI. Rot op. Ja, 8. Nou ja, nu 89. Ja, hij gaat alle kanten op. En bij mij? Ja, echt krakerig 94. Ja, maar bij mij schiet de VDI dus alle kanten op. Met, ja. En dat doet denk ik, zo heet het, MyLab heeft dat ook met nikkel. Dat vind je niet zo gauw. Nee, precies. Nou, gelukt. Nu ik nog. Jippie-ja-jo. Ja, mooi hoor. Ja. Zo heel dun natuurlijk. Ja, het is heel dun. Het was ook inderdaad een 86 VDI, niet echt super hoog. Ja. Nou, nice. Met plastic ook wel, dus er is wel de goedkope versie als ik het zo zie. Ja. En ook niet echt heel erg oud dan. Hè? Nee. Ja, zilver is zilver. Zilver is zilver, jongen. Mooi. Zo, deze hebben we een beetje samen opgegraven, want ik kon zo een ding niet vinden. Zo kloot. Oh, kijk, zo'n nummer op.
22, even kijken. Oh ja, dat is een leuke. Lijkt ook wel of er een soort initialen hierboven staan. Ja, een soort B. Dan ga ik thuis even rustig bekijken. Kijk, hè. Ik kan nog. Of het is gewoon iets wat ik in mijn hoofd zie. Ja, leuk, leuk ding. Mooi. Het is echt het speelgoedveld. Ja. Ja, je ziet het bijna niet. Maar een bikkeltje. Dat is leuk, hè? Een bikkeltje. Zo mooi ook. Dat kan bij mijn verzameling. Kijk, de S staat erin van bikkels. Yeah. Mooi. Daar ben ik heel blij mee. Wat is leuk. Nou, Berry is ook lekker aan het zoeken. Kijk of hij straks ook wat vindt. En ja, kijk, Berry vond daar ergens een stukje lepel en ik vind hier een haantje. Ja, dat is leuk. Mooi, hè? Ja, dat is een mooie. Ja, dat is een leuk dingetje. Is dit wel zilver? Ja, dat vraag ik me eigenlijk ook een beetje af. Is het niet gewoon aluminium? Is het niet een dopje of zo? Het is wel heel licht. Daar staat wel een dingetje op hierboven. Oh ja, dingetje. Ja. Ja. Dus, ja, nou, dat kan ook wel, ja. Kan ook wel goud zijn, verguld. Nou, dat denk ik niet hoor. Ja, maar we proberen het wat je mooi te maken. Ja, ja, nee, ja, ja. Genau. Oh, het is een beetje diep hier. Ja. Oh, shiny. Goud, hè? Hè? Huh? Verguld, hè? Nou, het heeft wel een beetje die goudglans, maar ja. Het is zilver hoor. Kijk. Zie je? Ja. Wel leuk. Ja, ze is zeker leuk. Leuk dingetje. Ja, doen we het mee. Ja. Zie best diep, hè? Die heeft een loden tampon, dames en heren. Een loden tampon. Oh ja, ja. Vroeger deden ze dat. Ja, dat nam echt heel veel vocht door aan lood. Ja. 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 Dat is mooi, man. Die schoten ze er zo in, hè? Pat. Met zo'n. Ja. Musketkogel ja. Donderbugs. Donderbugs? Ja. Schoot ze zo. Dan, hard erin. Ja. En het deed geen pijn, hè? Nee. Voelde helemaal niks van. Nee, hoor. Ik zag wel veel bloed, maar dat had ze een andere. Ja, die vrouw tegenwoordig is echt heel klein zeer. Ja. Ja, mooi. Ja. Kan ook een Romeinse gewicht zijn. Ja. Ja. Zomaar. Of gewoon, ja. Er zit een gaatje in. Gewoon een schietlood. Mooi. Ja, precies, schietlood. Ja, dit is natuurlijk voor het touwtje, voor die tampon. Ja, 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 toch een tampon. Ja, toch een tampon. Ja, we moeten er ook uit kunnen halen. Hè. Dus dan, als je hem niet uit kan halen, dan blijft het zitten. Ja, blijft zitten. Ja. 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 Van hele platte. Berry heeft het mooi gevonden. Een paard met een ruiter. Ja. Ja, dat is altijd leuk, hè? Paard heeft geen kop en de ruiter heeft geen kop. Nee. Dan wisten ze ook niet welke kant op gingen. The Headless Horse and Man. Ja, de andere kant zelf. Ja, ja. 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 Zo is het. Nou, Berry heeft iets van, ik denk dat het een soort heft is. Van een lepel of zo. Oh, sorry. Maar ja, het kan ook wat anders zijn. Ja. Kijk, hier zit een soort. Hier heeft iets aangezeten. Ja, die heeft er aangezeten. Ja, dus, hij is hol. Hol. Dus ik denk dat het een grotere toeter is geweest. Wat zeg je? Hey, Bassie. Ja. Ik weet niet. Ik weet ook niet. Hey. Dus, if you know. Ja, laat even weten. Know. Laat even in de comments. Yes. In de comments. Ja, zoals, heet Floris, hè? Op deze locatie hebben we iets gevonden. Ja. Waarvan we niet weten wat het is. Nee. Dus. Misschien is het van de Tweede Wereldoorlog. Ja. Of de Eerste. Ja. Of een gewone oorlog. Ja. Ja. Of ook nee. Nee, kan ook. Ja. Nee. Ha. Ik denk eerder nee. Ja. Ja. Nee. Ja. Oh. Ja, het is wel een mooi ding hoor. Het is een beetje
tapstoelen op een 80 verschijntel. Ja. Misschien ligt er nog wel iets bij. Ja, misschien wel. Ja. Barry heeft een hangertje gevonden. Een henger. Een henger. Wat een bende, hè Barry? Ja, echt niet helemaal. Ik dacht eerst dat ik een grote munt. Ja. Maar er zit een pikkeltje aan. Ah ja. Dus ik zie figuren. Ja, ik zie het ook. Er staat het op. Ik dacht net ook een munt te hebben, maar dat was zo'n speser. Wat was het? Met een, gewoon een ringetje wel. Ook dit? Nee. Meen je niet? Die is niet zo diep. Het staat een verhaaltje bij ook. Mooi. Kun je het lezen? Nou, misschien wel. Gaan we even filmen. Ja, ik heb een beetje bloedhandschoenen eroverheen. Dat helpt. 1886. He? Liever te dik in de kist dan een feestje gemist. Ja, precies. Precies. Dat is een motto. Concours. Ah, concours. Concours. Ah. Lutte per concours. Ze speelt een instrument, een harp. Ah, oké. Okay. Ja, een harpist. Nou, dat is ook toevallig. Ik had vorige week met Joost had ik een medaille van de gymnastiekvereniging. Dat wil iets zeggen, weet je. Misschien moet je iets gaan doen, een andere hobby zoeken of zo. Ja. Ja, ja. Oh, leuk. Mooi dingetje, man. Ja, dat is mooi, hè? Dat is nice. Ja. 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 Oh, super. Hier, ligt allemaal op, hè? Ja, hier achterin wel. Daar ben je nog niet zo vaak geweest. Lekker, hoor. Verdiend. Wat te ploeter als een stel oude wijs. Ik denk dat is gewoon zo'n ring, joh. Nee, dat is echt gewoon vet. Dikke vette zilveren plak, hé. Ja, ja ik ga hem lekker thuis schoonmaken. Ja, jullie gaan hem zien. Oh. Ik zie nu al. Ja. Oh. Jawel, het is wel zo, Barry. Kijk, ik heb een soort ringetje gevonden. Hij is heel mooi bewerkt. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Maar ja, hij is echt wel mooi bewerkt. Ik ga hem straks even goed schoonmaken tijdens de lunch. Dan gaan we kijken wat het is. Ik vind hem mooi. Er zit een beetje goudkleur op. Het is echt goudkleur. Ik ben benieuwd. Nou, leuk. Ook deze, die ligt gewoon bovenop. Kijk eens. Ja. Doe gewoon niet graven. Doe er gewoon mooi bij. Woehoe, mooi paardje zeg. Nou, ja, leuk. Een mooie. Zo maar zeg. Gewoon te zeiken. Het is nat daar.